Tegenstanders noemen het de sleepwet. Maar wij zijn neutraal en dus noemen we het de spionagewet. En de spionagewet, waar we het over gaan hebben in het referendum, is niet nieuw, maar is een vervolg op de wet in 2002. Deze wet is dus gemoderniseerd, enerzijds. En er wordt een evenwicht gezocht tussen veiligheid en privacy. Maar de vraag is natuurlijk, zijn ze daarin geslaagd? Hebben ze de juiste keuzes gemaakt? En wat betekent deze wet voor uw privacy? Daarom gaan we de hele wet behandelen in 10 verschillende korte films. De eerste is waarom een nieuwe wet? En veiligheid versus privacy. Ether en kabel. DNA-profielen. Hacken met beleid. Een speciaal stuk over advocaten en journalisten. We gaan het hebben over opdracht en toezicht. Inzet en controle. Big data en het bewaren ervan. En tot slot de samenwerking met het buitenland. Vanaf 5 maart gaan we elke dag een thema behandelen. U kunt ons volgen via de website op www.kiesmetkennis.nl. U kunt ons volgen op Facebook, u kunt ons volgen op YouTube, u kunt een nieuwsbrief aanvragen, u kunt kijken op Instagram en op Twitter. Want met deze 10-delige mini-documentaire serie kunt u kiezen met kennis. Tot straks.